Helemaal super dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Sophie en laten we snel beginnen. Als je mij volgt op Instagram, dit is mijn Instagram naam, dan weet je dat ik een paar weken geleden een nieuwe telefoon heb gekocht. Dit is hem, de iPhone 11. Ik moet zeggen, ik wilde gewoon een nieuwe telefoon omdat de mijne niet zo heel goed meer werkte en er zat een barst in. Dus dat was niet zo chill. Maar ik wilde jullie heel graag laten zien wat ik allemaal op mijn iPhone heb staan, vandaar dat ik ook een klein beetje daar zei ik al gaan zodat jullie hier mooi alles kunnen zien. Allereerst, dit is dus mijn telefoon. Dit is dus de iPhone 11. Um, verder geen pro, want ik heb twee camera's zoals je kunt zien. Je weet hoe het gaat met de twee en de drie camera's. Maar dit is dus de iPhone 11, 64 gigabyte. En ik heb dit glitterhoesje eromheen. Ik weet niet of die zich vandaag wil gaan scherpstellen nog. Maar in ieder geval, er zitten glitters um, in. En dat hoesje komt van smartphonehoesjes.nl.com, I don't know. Goed, als je dus bij mij mijn telefoon aanzet, dan kom je hier. En hij is al geopend. Dit is mijn um, ja, achtergrond. Dat ben ik met mijn vriend op vakantie. En als je hem opent, kom je op de eerste pagina. Logisch. Eigenlijk heb ik maar twee standaard pagina's. En dat is deze en deze. De achtergrond uh, ja, is een roos. heb ik gekregen. Vond ik een hele mooie foto. Dus dat heb ik als achtergrond gedaan. En laten we gewoon even beginnen met de standaard Apple apps. Als Eerste heb ik berichten staan. Nou ja, ik gebruik dat echt nooit. Gewoon <laughs> nooit. En daarna heb ik agenda. Die gebruik ik wel redelijk wat. Dat vind ik gewoon heel erg fijn om mijn agenda op mijn telefoon bij te houden. Vooral ook omdat je het kunt connecten met je iPad en MacBook. Dan heb ik foto's, camera. Camera is nu heel erg leuk, vind ik zelf. Ja, dit is dus hoe het er allemaal uitziet. Um, Super leuk. Ik vind camera echt een hele leuke nieuwe functie hebben door de tweede camera. Waardoor het allemaal wat wijder is en je kan van veel meer en foto maken, zeg maar. Dat vind ik zelf heel erg leuk. Dan heb ik het weer, de klok, kaarten, wallet. Wallet gebruik ik alleen voor um, mijn tickets, voor bijvoorbeeld, bijvoorbeeld een festival of dat soort dingen. Dan heb ik instellingen, gezondheid. Tip, vul altijd gezondheid in voor de zekerheid. You don't know. Dan zoek mijn iPhone telefoon herinneringen contacten notities en App Store. Dat zijn eigenlijk de basic apps. Ik heb die altijd op een rijtje gewoon staan uh, op mijn telefoon, omdat ik dat gewoon fijn en overzichtelijk vind. Dan komen we bij het eerste mapje en dat is social. En hier heb ik al mijn social media accounts, maar ook een paar andere dingetjes uh, bij staan. Ik heb hier bijvoorbeeld WhatsApp, YouTube. Ik zal hem even openen van jullie. Ik heb hier echt hele slechte wifi waar ik nu zit op het moment. Nou ja, dit is dus mijn uh, YouTube. Ja, home. Dus dan zie je allemaal waar ik allemaal geïn, geïnteresseerd ben. Um, dan heb ik FaceTime. Gebruik ik niet zo vaak. Vind ik altijd wel leuk, maar um, ja, ik gebruik het gewoon niet zo veel. Dan heb ik Snapchat, Google, Instagram. Ik zal jullie even mijn Instagram-profiel um, laten zien. Dit is het dus. Je kunt me volgen. Mijn profiel is gewoon open. En mijn naam is zoof.ph. Dus dan Netflix, Gmail, Ziggo, dan kan ik tv kijken. En PostNL. PostNL-app is echt super fijn. Ik weet niet of heel veel mensen het gebruiken, maar ik zie het niet zo heel veel mensen gebruiken. Dus ik denk laat even zien. Het is namelijk, je download de PostNL-app en je vult je adres in. En je kunt elke dag zien wat voor post je binnen zal krijgen. Dus ik vind dat echt super handig. Dan heb ik Google Maps, Videoland, Messenger en de Sky Radio-app. Die heb ik altijd alleen even met kerst om die um, woorden in te vullen. Om een tripje naar Disneyland te winnen. Dus. Dan heb ik het mapje Games. Heb ik eigenlijk niet zoveel in staan. Ik heb daar dictafoon in staan. Ik weet ook niet waarom die daarin staat. Maar hij staat daarin. Dan heb ik Foto Roulette. Super grappige app. Moet je met een heleboel mensen samen doen. Er komt een foto in beeld. En dan moet, die, ja, moet je raden van welke, uit welke galerij van wie die komt. Dat is wel heel erg grappig. Dan heb ik Clue. En die app wil ik even aan jullie laten zien. Ik word hier niet voor gesponsord of iets. Ik wil deze app gewoon heel erg graag laten zien. Um, dit is een app waar je... je Period. Kan instellen, zeg maar. Um, dus ik zit vandaag op dag 10 en ik vind het echt heel erg handig om allemaal bij te houden. En hoe meer gegevens jij invult in deze app, hoe slimmer deze app wordt. Dus voor jou kan je dan bijhouden wanneer je bijvoorbeeld heel erg kramp krijgt, wanneer je ovulatie is. Nou, dat soort dingen. Ik zelf vind dat heel erg fijn om bij te houden, maar dat moet je echt zelf weten. Dan heb ik Thriller. Die heb ik een keer aangemaakt omdat ik films van de Ace Family wilde kijken. TikTok. Ik heb zelf geen TikTok-account, maar ik vind dat grappig om die. Uh filmpjes te kijken en dan heb ik paar en dat is ook wel lachen dat doe je ook met meerdere mensen schorten mensen erg je niet. Dan het mapje shopping. Hier zitten al mijn apps in waar ik bijvoorbeeld eten van bestel of gewoon ga online winkelen zoiets. En daarin zit onder andere H&M, de United Wardrobe app, Douglas, Coolblue, thuisbezorgd, Domino's, Shein en de OK app. En de OK app kennen misschien heel veel niet heel veel mensen van jullie, maar daarin kun je al je pasjes kwijt. Dus dan heb je een soort van portemonnee altijd bij de hand en dat is heel erg fijn. Dan een mapje school. Hierin heb ik mijn DigiD-app. Mijn Magister-app, want believe it or not, maar ik zit nog steeds op de, op de Havo. Ja, ik doe Havo. Um, maar ik zit nog op de Havo, dus daarvoor heb ik Magister nodig. En dan OV-chipkaart en Google Translate-app. Dan gaan we naar de volgende pagina. En hier, dit is het mapje nutteloos, zeg maar. En um, daar zitten vooral ook nog meer standaard Apple-apps in, zoals numbers, keynote-bestanden, pages, rekenmachine meten. En dan heb ik een. QR-reader. Ik ben helaas achtergekomen dat dat ook gewoon met de iPhone camera-app kan. Maar goed, ik heb deze altijd bij de hand omdat ik het heel erg fijn vind. En ik heb de iTunes Story in staan. Van um, deze apps gebruik ik eigenlijk alleen maar rekenmachine. Ja, nou ja, en soms gebruik ik ook pages um, omdat dat fijn is om um, als je dingen wil uitprinten, is dat gewoon heel erg fijn. Dan het mapje foto en video. Hiermee uh, bewerk ik mijn Instagram foto's. Dus als je die nou leuk vindt, je vraagt je af hoe ik ze edit. Ik doe het echt niet op een speciale manier of niet al mijn foto's hebben hetzelfde filter. Um, maar ik doe het vooral hiermee. Ik begin dan met Square Fit. En dat is een hele handige app. Er komt wel al altijd reclame bij, maar goed. Um, daarmee zorg ik dat er een wit randje um, rond mijn foto's komt te staan. Want ik vind dat mooi bij mijn feed passen. Dus die gebruik ik altijd daarvoor. En dan heb ik VSCO Cam. Daarmee doe ik dus altijd uh, de filters over mijn foto's. En het ligt heel erg aan wat ik mooi bij mijn foto's vind passen welk filter. Maar uh, dat doe ik vrijwel altijd met VSco Cam. En met Lightroom doe ik ook nog wel eens dingen aanpassen. Vind ik een beetje moeilijk ben ik nog mee aan het spelen. Um, omdat ik het heel, gewoon heel erg lastig vind om een goed filter uit te kiezen en zo. Dus daarom? Dan heb ik Photoshop Fix. Daarmee um, verwijder ik soms een puist of een vlekje in mijn gezicht. Uh, don't judge me by that. Maar ik vind dat gewoon een stukje mooier. En dan heb ik Camera Connect en daarmee kan ik uh, mijn camera connecten met mijn telefoon. Zodat ik foto's en video's kan uitwisselen tussen uh, mijn telefoon en mijn camera. Dan het mapje Other Stuff. En hier zitten echt gewoon een paar random apps in waarvan ik niet wist waar ik ze kwijt moest. En dat is Tiki, uh, examenoverzicht. Heel erg handig, kun je invullen welke vakken je hebt waar je examen in doet. En dan laat hij jou precies zien wanneer je welk vak hebt. Dan heb je Parkmobile, Formule 1 app, McDonald's app. Uh, de Direct Lease app, kun je zien waar je het goedkoopst kan tanken. En Autoscout24 en Veilingen. Dan heb ik Travel en hierin zit de NS-app, de Flitsmeister-app en de 929T-app. En misschien hebben jullie ook wel gezien dat ik bij elk mapje, uh, boven elk mapje staat een tekstje, bijvoorbeeld hier nutteloos. Maar dat is in een leuk lettertype. Je gaat naar Google en dan typ je in Instagram Fonds en dan krijg je een linkje en dan moet je op klikken. Ik zal het linkje ook even in de beschrijving zetten. Daar voer je je tekst in wat je als... Titel voor je mapje wil hebben. En dan kies je een lettertype uit, dat kopieer je en plak je in dit balkje. Dan natuurlijk niet te vergeten de apps onderin. En onderin heb ik Safari, Spotify heel belangrijk, want ik luister heel veel muziek mijn Regiobank-app en mijn Vodafone-app, zodat ik altijd kan bijhouden hoeveel MB's ik nog heb, want die gaan. Hard. Dat was alweer mijn What's on my iPhone 11 video voor jullie. Ik vond het super leuk om op te nemen. En ik hoop dat jullie het ook heel erg leuk vinden. Laat het vooral even hieronder weten in de comments. En als jij tot het einde van de video bent blijven kijken, dan kun jij deze vraag beantwoorden. Namelijk, wat voor telefoon heb jij op het moment? Goed, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet hem niet een like te geven hieronder te reageren wat de vraag ook is. En als je meer video's van mij wil zien, dan... Kun je abonneren? Ik kan het bijna niet hebben worden. Maar dan kun je abonneren hieronder door op het abonneren-knopje te drukken. En als je helemaal op de hoogte wil blijven, kun je even op het belletje klikken. En dan hoop ik jullie snel weer terug te zien. Doei doei!